Marco, je hebt de eerste helft gezien. Dan zie je eigenlijk dat die Australiërs er niet zo heel veel van kunnen zo op het oog. En dan kom je erin, denk je, ik krijg weinig te doen, maar dat was even anders. Ja, klopt. Je zag in de eerste helft dat we heel goed speelden. Speelden met geroutineerde jongens. En die zijn iets ervarender al, hebben iets meer wedstrijden gespeeld. Tweede helft komt er iets meer jongere ploeg in het veld. En zie je dat het iets meer vrij wordt. Waardoor de ruimtes iets groter worden bij ons achterin. Het staat niet helemaal meer precies zoals het moet staan. En daardoor krijgen we een aantal goede kansen. Je wil je ook onderscheiden, je wil je ook laten zien aan de bondscoach. Denk je dan bij jezelf eigenlijk wel lekker dat ze er even drie keer doorheen komen? Dat ik even kan laten zien wat ik kan. Ja, zeker. Ja, natuurlijk is het lekker en goed als je die bal tegenhoudt. Maar ja, het is nu tegen Australië. Als spelen we straks tegen Duitsland, Rusland en Spanje. Ja, dan heb je natuurlijk grote kans dat die gewoon hangt. En dat is gewoon heel dodelijk en dat mag gewoon eigenlijk niet gebeuren. Maar ik ben even goed blij dat ik zo mijn steentje bij kunnen dragen aan deze wedstrijd. Nou, steentje bijdragen, denk jij zo? Of denk jij ook, zoals heel veel andere spelers in deze selectie met al die A-internationals, er is concurrentie. Ik geef alles en ik laat zien dat ik bij de eerste helft hoor. Ja, tuurlijk. Dat doe je iedere week, iedere dag op training. Maar goed, op een gegeven moment is er gewoon een keuze gemaakt. En dan, als je er wel of niet bij zit, dan blijf je evengoed hard knokken en je best doen om er ofwel bij te komen of gewoon zo goed mogelijk het team omhoog te halen. En dat is ook belangrijk, denk ik. Jij bent een van de jongens die er al bij zat en die dan al die A-internationals erbij ziet komen. Dan verandert toch een beetje de dynamiek van de groep in zo'n team, hè? Vertel eens. Ja, klopt. Ja, natuurlijk. We hebben iets oudere jongens en ook jongens die natuurlijk met de A-elftal hebben gespeeld. Maar ik denk dat het alleen maar goed is voor ons elftal. Die jongens die kennen ook de kleine jongens weer en die nog minder wedstrijden hebben gespeeld. Kunnen lekker hun een beetje aansturen, coachen en op hun plaats houden. En ik denk dat wij dat wel nodig hebben ook in ons elftal. En dat is alleen maar goed voor ons.